Ja, we hebben een cheque overhandigd namens de vriendenkring van het gemeente personeel. Die zich in hebben gezet op vrijwillige basis bij ons Hallo 2012 event. Wij zijn de vriendenkring Het Klavertje. Wij zijn een groep mensen die zorgen voor extra financiële middelen om ons dagcentrum en ons plaatselijke minder valide te steunen. We hebben vandaag van de vriendenkring van het personeel van de gemeente een cheque gekregen van €715. We hadden verschillende standjes waar dranken werden aangeboden door het gemeentebestuur namens verschillende verenigingen aan onze inwoners. Maar één stand was betalend. Daar kon men hotdogs krijgen en lekkere broodjes. En daar hebben de mensen zich in de bittere koude gratis ingezet, ook voor alle inwoners. En alle opbrengsten van die stand zijn integraal doorgestort nu vandaag via het overhandigen van de cheque aan de mensen van het Klavertje. Wij zijn daar heel blij mee. Dat is weer een activiteit die we niet zelf moeten doen. En die mensen van de gemeente laten duidelijk zien dat ze sympathie hebben voor onze werking en onze minder valide. We zijn hier in het sporthal Berkenveld in Hotel Helchteren. En wij organiseren vanuit de gemeentelijke sportdienst hier de sportklasse. Dus het gemeentebestuur organiseert de sportklasse vooral omdat wij op deze manier een aantal kinderen kunnen bereiken die niet aangesloten zijn bij een sportclub, die de kans misschien niet krijgen om aan sport te doen. Ik heb deze week geleerd hoe je een goede schaatssprong kan maken en hoe je bewegingen kan doen met karate. De kinderen waren heel enthousiast, ze hebben heel goed meegewerkt. Belangrijk voor ons is dat we een goede structuur geven. En dat werkt meestal heel goed voor die kinderen van deze leeftijd, van het derde en vierde studiejaar. De laatste tijden waren wel vermoeiende dagen. Je kreeg er wel spierpijn van, dat was normaal. Maar we leren wel heel veel voor later als we groot worden. Ieder jaar proberen wij een aantal externe lesgevers een half dagje ook komen te laten lesgeven. Omdat dat mensen zijn die eigenlijk gespecialiseerd zijn op hun domein. En die het dan ook eigenlijk beter kunnen aanbieden aan de kinderen. Ze vinden dat eigenlijk wel een heel toffe week, omdat het afwisselend is, ook met de les en het sportieve gedeelte. Het is toch ontspannender en ze zijn toch op een gezonde manier bezig met sporten.